We gaan niet schreeuwen, we gaan niet keihard zingen allemaal. We gaan heel rustig lopen. Dat we nu in vrijheid bij elkaar kunnen zijn. Na alle ellende die we ons in de afgelopen dagen is bereikt. Over mensen die zijn gearresteerd. Over mensen die in de cel zijn gegooid. Over mensen die een strafblad krijgen. Over de toenemende geweldspiraal in Nederland. Over demonstraties die van de ene naar de andere verboden worden. Deze beweging, deze verschrikkelijke beweging van geweld, willen we niet. Omdat vrijheid en geweld niet samengaan. Intimidatie is verschrikkelijk. Jullie weten niet half hoe moeilijk het was om deze demonstratie geaccepteerd te krijgen. Vorige week werd die verboden. Ja, dat mag niet. Dat mag niet. Nee, niet op de Dam. Nee, niet op de Dam. Waarom niet op de Dam? Ja, ja, corona, corona. Ja. Misschien na 1 juli gaat het beter. Drie dagen van tevoren, demonstratie afgeblazen. Weekje opgeschoven, krijg ik gisteren een brief. Ja, maximum aantal deelnemers 250. Dam verboden. Maar waarom is die dan verboden? Ja, meneer Dam, u weet daar toch ook wat er gebeurd is? 1 juni, weten jullie nog? Daar stonden ze met 5000 mensen, 10.000 mensen op de Dam. Nederland raakte gigantisch in paniek. De corona-hysterie bereikt de hoogtepunten. Oh, 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 de burgemeester van Amsterdam speelt met de gezondheid van de bevolking. Oh, 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 wat zijn stelletje asocialen om dat toe te staan. De burgemeester ging door het stof. De gemeenteraad met allemaal moraalridders gehakt op haar in. En zo werd de Dam als vrije plaats van ons verboden. Tot op heden. Gelukkig is er nog de dokwerker. Want de dokwerker heeft ons iets prachtigs gegeven. Nu iedereen weet. De moedige reactie toen de Joden werden afgevoerd. Iedereen weet dat die februari-staking toen werd opgeroepen. Ah, ik mag niet schreeuwen van de politie. Grapje. De februari-staking, dat weten we wat er toen gebeurd is. Een moedig, geweldloos opstaan tegen dictatuur. Een moedig. Geweldloos opstaan tegen de ontmenselijking. Dat voorbeeld, dat inspirerende voorbeeld is nu ons leidraad. Want gewelddadige opstand wordt met geweld neergeslagen en dan wordt het alleen maar erger van. We moeten onze zelfdiscipline bewaken. We gaan deze strijd winnen. We laten ons niet... niet criminaliseren. We blijven bij elkaar en we behouden de vrede, want daarmee wijzen we de oplossing uit de crisis in Nederland en het terugkomen van de democratie en een weggaan van de dictatoriale ontwikkeling. Niet te zien van het stop-lockdown-beleid. Jullie weten wat er over jullie heen gekomen is. Jullie weten het. Asocialen zijn jullie. Egoïsten. Mensen die geen rekening houden met de volksgezondheid. Zo is er gesproken. Over de critici van het coronabeleid. We zijn weggezet als asocialen. En dat pikken we niet, want het is niet zo. Wat is nou asociaal? Als je gedwongen afstand van elkaar moet nemen, is dat sociaal? Nee. Is het nieuwe abnormaal? Is het nieuwe asociaal? Wij zijn wel solidair. Wij staan op voor al die oude mensen die tegen hun zin in de verpleeghuizen hebben vastgezeten. Voor al die mensen die met handicaps tegen hun zin in zijn opgesloten maandenlang. En al die familieleden die verschrikkelijke pijn en ellende en eenzaamheid hebben beleefd. Omdat ze niet bij hun dierbaren konden zijn. Deze schande heeft
er in de afgelopen maanden vertrokken. En daar staan wij tegenwoordig. Met deze mensen zijn wij solidair. De coronacrisis heeft een giga-economische crisis veroorzaakt. Honderdduizenden werklozen in Nederland erbij. 400 miljoen werklozen wereldwijd. Wat gaat dat betekenen voor de volksgezondheid? Wat gaat dat betekenen voor de wereldvrede? Is daarover nagedacht? Nee, daar is niet over nagedacht. De regering is eenzijdig bezig geweest. Kijken door een tunnel die eindigt in een vaccinatie is puin. Maar niet nadenken over wat er gebeurt als je de hele samenleving stillegt. Niet nadenken wat er gebeurt met de kinderen als ze de boodschap krijgen dat ze niet meer bij een opa en oma mogen zijn. Dat ze bang moeten zijn van opa en oma. Omdat ze opa en oma dood kunnen maken. Smetvrees. Smetvrees staat als een muur tussen de mensen. Is dat sociaal? Is dat sociaal? We zijn staan op tegen de desastreuze plannen van dit kabinet. De noodwet. Stel je eens voor. De boa's lopen in je huis en binnen en zeggen, ja, dat verjaarspartijtje, dat is toch niet de bedoeling, want daar kan geen 1,5 meter afstand bewaard worden. Allemaal eruit met de boete. Wat is dit? Wat zijn dit voor zo'n waanzinnige, agressieve methoden? Dat zijn methoden van een dictatuur. Dat zijn de methoden van een politiestaat. Die willen ook niet die dictatuur. Die willen ook die opbouw van die vrije democratische samenleving. En daarom gaan we dat vandaag samen doen. We protesteren tegen de voortgaande beperkingen. Tegen de 1,5 meter. De 1,5 meter die tussen ons staat. Die de liefde tussen mensen verminkt. Hoe kun je lief hebben als een... Als er een scheidsrechter bij staat, u moet 1,5 meter afstand houden. Dit is het leven in de essentie miskennen. Yes. Wij demonstreren en een voorbeeld geven hoe wel degelijk in tijden van toenemende terreur, toenemende miskenning, toenemende vernacheling en kloting van democratische vrijheidsrechten. Laten zien dat het anders kan. Dat we de weg terugvinden naar onze vrijheid. We willen onze vrijheid terug. Naast mij staat Willem Teunissen. En die gaat voor ons, een echte zanger, volkszanger, gaat voor ons een protestlied zingen. En daarna gaan wij in beweging met alle regels in acht. Fluisterend juichen mag. Dus als jullie de refreinen mee willen fluisteren, dan ben ik al een gelukkig mens. 1,5 meter, het nieuwe abnormaal. Volkomen onnatuurlijk, want de mens is dus sociaal. Hier maakt men de kuur haast erger dan de kwaal. 1,5 meter, het nieuwe abnormaal. Wanneer je straks als jongelui met elkander flirt, loop je vet de kans dat je voor veel geld wordt verkeurd. Doe je het dan stiekem in de tuin en niet op straat, dan is er vast wel iemand die jou aan oom agent verraadt. 1,5 meter, het nieuwe abnormaal. Volkomen onnatuurlijk, want de mens is te sociaal. Hier maakt men de kuur haast erger dan de kwaal. 1,5 meter, het nieuwe abnormaal. Geen voetbal, geen concerten, geen gezellig festival. Geen 22 mensen meer, die knokken om één bal. En met de protesten zijn we ook in één klap klaar. Zo'n mars hou je niet lang, 1,50 meter uit elkaar. 1,5 meter, het nieuwe abnormaal. Volkomen onnatuurlijk, want de mens is te sociaal. Hier maakt men de kuur erger dan de kwaal. 1,5 meter, het nieuwe abnormaal.
Het RIVM heeft regels aan Den Haag geadviseerd, maar die hadden het tijdens carnaval ook nogal verkeerd. Het hele volk loopt braaf in de Polonaise mee. Hoe lang dat is de vraag, want we zijn niet zo gedwee. Anderhalve meter, het nieuwe abnormaal. Volkomen onnatuurlijk, want de mens is dus sociaal. Hier maakt men de kuur haast erger dan de kwaal. Anderhalve meter, het nieuwe abnormaal. Dank jullie wel. En daarom aan deze dames die dit prachtige standboek hebben gemaakt, de eer om een spits van onze vrijheidsmars af te bijten. Zij gaan voor ons en wij voor ons. Met die mouwkorrel van. Nou, ik stop met eten en drinken, want het kan niet. Een vraagje maken. Oh, ja. Let the way of the heart, let the way of the heart, let the way of the heart shine through. Love.
way of the heart shines. Mensen, we zijn weer live. Het is een mooie bedoeling. Eindelijk mag het wel een keer doorgaan. We worden mooi begeleid door de pers en door de politie. Pas op, val niet om. Moeten daar natuurlijk wel kamervragen worden gesteld over de verspilling van al het belastinggeld van wat hier allemaal wordt uitgegeven. We hebben al lang bewezen dat we dit heel vreedzaam kunnen doen. Tot nu toe is al het geweld alleen maar politie geweest, maar ik zie dat ze zich hier goed aan de regels houden en ons netjes begeleiden. Mooi, fijn dat je er komt. Er is wel een verschil. Ja, dat is de wende, hè? De wende. Zo toegejuicht te worden, maar jullie zijn de echte helden. En we gaan dit met z'n allen blijven doen. Kijk eens naar de politie, ze zijn al bijna toe aan vakantie en dat moeten we ze ook gunnen. Dus vanaf nu is het echt elke dag ergens en het liefste op 500 plaatsen tegelijkertijd demonstreren mensen. Yeah! En laat deze demonstratie ook een voorbeeld zijn van hoe het wel kan. Het gaat niet om dat we met z'n allen zijn, het gaat niet om dat we met een hele grote groep zijn, maar het gaat om dat het vreedzaam gebeurt. Want op deze manier kunnen we ons laten horen. En het is niet alleen op deze manier, maar ook bijvoorbeeld morgen de mediaactie voor de Volkskrant, voor het AD in Hilversum. Kom daar allemaal naartoe, want het is heel belangrijk dat we met humor en met volharding dit volhouden en het kabinet nooit meer terug hoeft te komen van het reces. Ja. Precies, de lange adem. En wat ook super mooi is, en daar ben ik echt trots op, is dat de politie ons nu regelmatig belt en vraagt: wat zijn jullie van plan? Wat zijn jullie van plan? En zeg ik, ja, maar wij bepalen het niet. De hele bevolking doet dit zelf. En daar wil ik echt mee besluiten. Volg mij niet, maar volg de waarheid en volg je hart. Dank jullie wel. We sluiten af met Willem Teunissen. Ik ga proberen een lief liedje mooi te zingen door een megafoon. Dat wordt nog spannend. Alsjeblieft, sta mij toe om jou even te vragen. Hoe is het nu met Nederland gesteld? Wordt de democratie hier ten grave gedragen? Moeten wijken voor regeltjes, macht en geweld? Moeten wij echt op een afstand toekijken hoe vriend en familie verlangt naar contact? Omdat wij hen niet de hand mogen reiken, wordt menselijkheid ons zo niet op afgepakt. Volgens mij is het tijd om nu op te staan en als één man de handen in elkaar te slaan. Als wij dit niet willen, is het echt snel gedaan. Volgens mij wordt het tijd om nu op te staan. Dank jullie wel allemaal. Fijn. Volg jullie pad op de vrijheid. Tot de volgende keer. Dankjewel.
Dan kan de politie ook weer rustig. Ja, we hebben tot drie. Ja, nee. Ja. We hebben tot 3 uur. Bedankt iedereen. Dus we hebben nog een uur tot aanleiding.